Ik zie dit toch echt niet. Hallo. Het is been a while. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Het ding is, ik heb gewoon zoveel ideeën en dingen die ik kan filmen, maar ik doe het gewoon niet. Ik doe het gewoon niet. Ik heb ook nog een hele leuke video met Daan. Ik ging pas met Daan een leuke video opnemen. Dan ging ik mijn make-up doen. Maar die moet ik nog steeds editen. Maar die komt eraan. Maar ik doe eerst dit. Vandaag wordt weer Back to My Roots. Nee, Back to My Other Channel, denk ik. Ik dacht, ik moet een reactie filmen op het nieuwe nummer van Alice. Ik voel me kut. Niks. Of tenminste, het wordt meer mijn mening geven, I guess. Want ik heb het al gehoord een aantal keer. Maar weet je, we hebben er nu visuals bij. Want deze meid is, weet je, zit in een nieuwe era. En ze is helemaal high production alles. We hebben een whole ass lyric video voor deze video nu. Voor dit nummer. En ik heb er helemaal zin in, want die heb ik nog niet gezien. Eerst even de reclame kijken. Ze moeten appartement betalen. Het nummer duurt 2 minuut 35. Het heet dus niks. En weet je, bereid jezelf voor. Het is alles wat je had durven hopen van Alice. Oh. Het is zo'n fucking lekker nummer. Oh, wat een visuals. Tot ik er een stik te veel gezien, wazige blik, zij zijn laboren door het tik. Ben mijn vrienden verloren, maar ik dans door het licht. Het is zo'n lekkere beat. Maar dan kan ik eindelijk even de tekst lezen, want. Vertrekt, want het smaakt bitter. Ik ga op en naar de flitsers. Pupillen zijn drie keer bigger. En alles klinkt zoveel litter. Het zweet druppelt van mijn lippen. Wees eens die stil. I'm trying to sing along. Wacht. En als waar in mijn haar blijft zitten. Alles wazig, alles glittert. Ik zie mezelf al gewoon, weet je, ergens in de club staan op een feestje. En dan gewoon helemaal losgaan op dit nummer. Aan de X en de Nix. Ja, mijn. Wat zingt ze nou? Vodka mix in mijn make. Oh. Dit is zo mooi. Dit klinkt zo. Zo. Heavenly. Weet je? En ik dans, dans, dans alsof mijn leven weer vanaf hangt. Dans alsof mijn leven ervan afhangt. Leven ervan afhangt. Het is zo lekker. Het is zo lekker. En ik leef zo hard voor die visuals. Deze meid. Deze meid. Als je. Kijk, we hebben vannacht. Vannacht was mijn allereerste reactievideo op Alice. Mijn onderbroek ligt op de bank. Jongens, ik ga echt even niet goed op die circusmuziek. Niet elke avond is een helder. En kan te sletje zijn. Denk ik. We hebben vannacht. Weet je, op dat moment dacht ik van: oh my god, wat een surf. Weet je wel, wat. Wat goed, wat lekker. Maar dan nu komt er volgende era. En dan denk je, weet je, dan denk je overnacht, maar dan kom je hier. Dit is zo lekker. En het is ook gewoon zo fucking professioneel. Dat is gewoon heel sick. Ze gaat echt gewoon de hyperpop era in. Helemaal zin in. Oh ja, de art, dus de visuals, of tussen de art, ja, dat is gemaakt door Pim. By Pim, gaan we volgen op Insta. Het is echt een surf. Het is echt fucking sick. To be honest, vind ik dit wel echt een nummer die in de niks gedraaid zou kunnen worden. In de niks zou kunnen worden gedraaid. Worden. I don't know. Ik heb zoveel zin. Ik heb zoveel zin in haar nieuwe era. Gewoon like de rest dat ze uit gaat brengen. En gewoon de visuals die ze voor alles heeft. Ik heb er echt zin in. Weet je, she stepped up her game. Dat is.
Anyways, dat was mijn reactie op niks. Gaat streamen. Kopen. Ga de video kijken. Weet ik het wat. Abonneer voor meer. Want ik ga gewoon weer proberen te uploaden. Oké, nou doei.